Welkom terug bij een nieuwe Rocket League Ones video. Op het moment zijn we Diamond 2 Divisie 2. Dus we gaan gewoon kijken wat de potjes ons gaan brengen. Hopelijk gaat het vandaag lekker goed. Mocht je de video nog leuk vinden, doe dan even een abonneetje. Gun het me. Ik moet het in het begin vragen. Gun het me alsjeblieft. En we hebben gelijk een game. Niet gewoon warm. Ja, geen warming up gedaan, moet ik zeggen. Oké. Niet als excuus, maar volgens mij zag je het letterlijk. Daarop, die heeft hij nog wel. Oké, slecht begin. Ik ga hem inhalen. Beloof het, ik ga het doen. Voor jullie. Begonnen met een slechte kick-off, dus wat dat betreft. Sowieso dit ene goaltje teruggepakt, dat is sowieso lekker. 10 seconden, na 12 seconden. 2 goals, lekker snel. Ik kwam over hem heen spelen en door die cut heb ik heel veel boost moeten verspelen. Tijd nemen. Heel veel tijd nemen. Ik wist het, kan ik de bounce rieden? Enigszins, soort van. Die pauze die ik daarbij nam was slecht. Dat is fijn. We zijn safe, ga voor de demo. Hij ontwijkt hem goed. Niet te agressief. Ah, wauw. Hij kwam er nog langs. Dat is jammer. Dat is heel jammer. En dat is ook weer niet goed. Niet helemaal hoe ik het in gedachten had. Niet goed. Niet goed, niet goed, niet goed. Die kan ik wel scoren. Nu al helemaal. Wel weinig boost, maar fair enough. Werkt. Goed in kompotje, laat ik het daarop houden. No. Hij geeft me de tijd. Dat is fijn. Nice, ik heb de boost. Dat is slecht voor hem. Goeie blok daarop krijgen. Oeh, dit wordt spannend, maar hij gaat hem hebben, denk ik. Ja. Die heeft hij niet meer goed. Beter dan gehoopt. Ik hoopte dat hij terug zou bouncen. En ik verpest heel veel boost waarop ik er niet zoveel mee doe. Maar dit werkt. Dan wel weer. Dat is nice. Dat is nice. Schieten ook wel snel vast op target. Hij was wel terug. Ja, te agressief. Ik zat er te twijfelen. Ik dacht dat hij niet de positie had om daar nog wat mee te doen, maar had hij wel. Helaas, helaas. Nice, die bounce goed. Hoog bouncen om hem heen. En gewoon inschieten, dat werkt. Dat is lekker. Dat is lekker. 4-3. Niet de grote voorsprong of zo. 5-3 is wel lekkerder. Maar dan nog, het zijn nog. Ja, we zitten pas op de helft van de game. Dus wat dat betreft, hè, zegt dat dus ook niet zo heel veel. Alhoewel dit wel gewoon 2 kick-off goaltjes zijn. 2? Volgens mij 2. Misschien 3. Maar volgens mij 2. Ik weet niet zeker meer waar die keer daarvoor nou, hoe die nou gescoord was. Die is. Is die ook nog in? Wauw, dat hij daar die angle had. Oké. Dat is jammer.
Wauw, dat is niet hoe ik wou dat mijn auto landde. En hij bleef ook heel agressief, dat was echt jammer. Dit is niet hoe de kikkels moeten gaan. Oh, wauw. Hij heeft die boost. Ja, hij gaat die corner of die mid krijgen. Hij gaat nu die corner pakken, dat is wel pleeg. Alleen hij pakt te weinig controle mee, dus krijg ik een open goaltje. Dat is lekker, werkt. Hoogscorende game. Blok erop. Nooit had hij die nog op de landing. Dat dacht ik al. Wauw. Dat het werkt was jammer. Komt hij nog om me heen daar op die snelheid? Wauw. Dat had ik niet gedacht. Oh mijn god, wat zijn die kikkels slecht. En ik vergeef hem een open goal hier. Dat hij net nog om me heen kwam bij die vorige goal was wel jammer. Frustrerend vooral. En dat die kikkels nu zo goed zijn kant op gaan. Die had hij nog. Hoe komt hij daar? Hoe kwam hij daar nog bij? Hij pakte die 12 pet op. Oh, hij had helemaal Ik dacht echt dat hij veel verder was. Ah, die komt ook weer goed voor hem. Dat is fijn. Ik backflip in plaats van dat ik frontflip. Oh, kom op. Over hem heen, niet in natuurlijk. Dus hij kan de tijd nemen. Wat hij ook heeft. Oh, fijn. Over de controle daar pakken. 8-8, mijn hemel. Ja, hij gaat waarschijnlijk de kick-off weer winnen. Soort van wel, soort van niet. Nice! Ik hoef nu alleen de kick-off nog te overleven. En dat, ja. Als alleen dat nog moet, dan verpest je hem waarschijnlijk vaker. Ja, oké, die heeft hij niet meer. GG. Eerste game gewonnen. Met 17 goals totaal. Dat is lekker. Dat zijn er veel. Tweede game tegen Hazard 41. Zou dat zijn leeftijd zijn? De snel schot is net niet in volgens mij. Tuurlijk niet. En hij heeft die corner. Dat is jammer. Wat doet hij? Ja, ga maar verder. Hij heeft toch niet zo super veel boost. Oké, hij heeft tot nu toe nog niet echt veel gedaan met de bal zo. Bal, hij heeft wel echt een hele vervelende boost. Dat geluid in ieder geval. Hoezo heb ik daar nul kracht achter? Om hem heen, net niet in, maar ook geen snelheid om te volgen. Fake hem. En dat werkt. Nice. 1-0 voorsprong. Oké. Oh, ik dacht dat hij mij zou gaan challengen en ja, dit is een goal.
Oh, waarom? Ik had wel verwacht dat hij me daar zou gaan challengen. In plaats van dat hij gewoon wacht op zonder momentum op zijn backboard. Dat werkt wel een beetje lag. Wauw, ik kreeg opeens enorm veel lag. Ik heb alsnog een goal, maar dan nog. Dat heel erg vervelend uit kunnen pakken. Per ongeluk delay. Dat is fijn. Schiet hem maar weg. Ik sideflip, daar heb ik hem bijna gratis goal gegeven. Hij wordt wel boos, maar het is gewoon ranked en demo zit in de game. Ik ben niet over aan het committen om demo's. Ik heb gewoon één demootje gepakt. Blok. Ah, ik land op een dak. Ik had sowieso hoger uit willen komen met net daar. Dat is fijn. Gewoon momentum houden. Nou, ik dacht dat ik hem kon ontwijken. Dat is slecht gedefend van mij. Ik dacht dat hij die draai niet meer zo snel kon maken om mij daar te demoen. Nooit dat het zo werkt. Oh, het werkt gewoon niet mee. Tenminste, zo voelt het. Slechte kick-off, hele slechte kick-off. Laat een boost gebruiken. Hij gebruikt geen boost, pak ik wel zijn corner hier. Hij komt er nog omheen. Hoe kan die zo omrijden dan eens nog sneller zijn? Gewoon pressure. Ah, slecht opgevangen weer natuurlijk. Deze boost pakken zodat hij hem niet kan hebben. Snel schieten. Bounce duurt heel lang. Snel schieten. Hij heeft natuurlijk net nog de save. Deze boost pak ik gewoon. Boost pakken, demo, nee. Dus ik moet nu de save gaan halen. Hij ging niet, waarom ging die zo lang niet? Ik verwachtte een challenge en niet gewoon stilstaan voor geen reden. Nou, die is zo in. Eentje teruggepakt, we moeten er nog eentje. We moeten er nog eentje. En dan gaat de kick-off natuurlijk weer goed voor hem. Oké, risky play. En dat werkt voor ons, niet voor hem. Oh wacht, ik moet nog skippen. Dat was niet de bedoeling. Ik dacht dat ik al geskipt had. Ah, hij vangt het goed op. Ik had gehoopt dat hij harder kon, dus hoger kon. Ik had hem niet gedemo'd daar. Deze boost moet nu wel spawnen. Hij spawnt niet. Ja, ik kwam voor hem langs.
gewoon meenemen. De boost spant zeker niet. Nee, dit is gevaarlijk. Nog een save aan het einde. Nou, nog een keertje. Waarschijnlijk gaat dit toch de bepalende kick-off zijn ook. Ah, hij gaat mijn kant op. Dat is niet leuk. Hoezo was ik mijn supersonic daar kwijt? Dit is echt gewoon puur ongemakkelijk vanaf nu. Net de save. Hij gaat niet voor de corner, pak ik de corner. En ik heb net de save niet. Oh, dat is jammer. Het was wel een goede game dan, maar jammer. Ah, dezelfde guy. Wauw. Waarom ging die zo lang niet? Dat had hij net ook al een keertje gedaan. Dat is zo raar. Hier heeft hij niet meer. Lekker. Ah, ik ben zoveel snelheid kwijt om een of andere reden daar. Deze boost spawnt. Neem gewoon de tijd. What? Ik load challenge en hij gaat over me heen. Tenminste, dat klinkt best logisch, maar de situatie leek er anders naar te worden. Ah, ik heb geen boost genoeg en dit is weer een goaltje voor hem. Dat is jammer. Ah, die bounce zeker weer recht omhoog net. Die heeft hij nog. Oh, dan is hij weer langzamer dan ik denk dat hij zou zijn. Ik dacht echt dat ik de blok daar nog wel zou hebben. Maar sowieso kloppen de ranks echt niet meer. Ik kan niet vorige season champ 3 zijn. En dan deze season opeens gewoon hardstuk diamond 2. Dat slaat gewoon nergens op. Tuurlijk. Ja, hij is wel in, dus oké. Dat zo werkt is een beetje raar, maar goed. Hoezo heeft hij daar dan weer die boost? En dat hij hem daar dan net nog raakt is zo lucky. Ja? Als hij hem daar niet had geraakt, had ik open goal. Okay, fair enough. Twee. De games gaan gelijk op deze video. De games gaan gelijk op. Ah, die bounce weer zo ongelooflijk slecht voor mij, hè. Hoezo gaat hij nu voor de defending positie? Zijn beslissingen die kloppen niet, hoor. En dat werkt dan weer voor hem, want dit is ook gelijk een goaltje. Want ik kan niet op tijd terug zijn. Waarom gaat hij op die plek in de defendingspositie? Dat slaat zo nergens op.
wat scores teruggekregen, maar toch. Dan nog. Snelle flik, hij was te ver. Hij had niet naar de boost moeten gaan. Daardoor was hij te ver. Gaf hij mij net even iets te veel ruimte mee. Oh mijn god. Dit werkt, maar ik moet de bal alsnog verlaten. Ik kan daar niks betekenen. Dat is fijn. Als ik een beetje goed kan landen. En de supersonic kan krijgen na die boost. Dat zou heel erg gewaardeerd worden. Slecht schot, maar het werkt. Heel erg slecht schot eigenlijk. Oh no. Oh, hij laat hem gaan. Als ik hem snel schiet, is dat genoeg? Net niet. Dit is een goal. Oh mijn god. Hier ben ik eerder. En een goaltje teruggepakt, dat wel. Nog 1 minuut, 2 goals. Moet ik even volhouden. Maar dan... Nog is dat voor mij heel lastig vaak. Deze heb ik nog wel dan. Hij heeft de boost hier. Die kan die, als je hem op kan vangen, heb ik een probleem. Maar ik zit nu sowieso nog steeds in een niet zo super lekkere positie. Oké, fair enough, het werkt. Het werkt, het werkt. 3 goals, 30 seconden. Kick-off gaat redelijk. Dus daar. Hij gaat niet. Wauw, ik snap zijn beslissingen af en toe echt niet. Waarom die iets doet. Was deze game, was vorige game. Nou, 20 seconden, 2 goals aan. Ah, en het mist die. Maar ik pak wel zijn boost. Tijd, gewoon tijd kopen. Oké, en de goals of de game gescheurd. Is het forfeit? Het is een forfeit. GG. Oh, nu gooit hij hem niet als je niet gewonnen hebt. Oké. Divisie up ook nog eens. Divisie up. 2 van de 3 games gewonnen. Alle 3 waren ze heel erg close. De laatste ging wel beter, maar de eerste 2 waren echt heel erg close. Mocht je de video nou leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Gun even dat abonneetje, zou me heel erg helpen. En dan zou ik zeggen, tot de volgende video. Later.